Dames en heren, mag ik een groot applaus voor Barend van Delen? Ja. Ah, dat voelt. Dat weet nooit. Dat voelt altijd goed. Dat voelt altijd goed, hè? Dat voelt altijd goed. Ja. Ik dacht, voordat jij straks weer een hele gekke nacht in gaat duiken, even jou een hart onder de riem steken. Ja, ik moet vooral zo onwijs lang wachten nog. Ja, je moet heel lang wachten. En jij houdt niet van wachten. Nee, ik hou niet van wachten. Maar ik merk ook wel dat het deze week ook een kwestie is van gewoon accepteren. Accepteren, op je af laten komen. Het is wat het is. Het is wat het is. En er komt echt een waanzinnige avond aan, hè? Ja, het is echt niet te geloven. Onze eigen Rob van de radio. Ja. Die houdt van confetti. Zeker. Die is, is liefhebber van de Nederlandse muziek. Ook nog, ja. Heeft goede contacten met Lamme Frans. Ook nog. Even Star, die vraagt via de app van 3FM, is Lamme Frans al onderweg? Nou, die, ja. Het zou zomaar kunnen. Geen idee. Het zou zomaar kunnen. Als het zo is, je hebt het niet van mij. Je hebt het niet van mij. Maar vanavond dus een feestavond, onder andere met René Karst. Vinden we dat een beetje leuk, René Karst, lieve mensen? Ja? Ja? Adje voor de sfeer, moet je zeggen. Ja, een adje voor de sfeer, inderdaad. Nou, daar zou ik best zin in hebben eigenlijk, een adje voor de sfeer. Nou, ik niet. ik wacht gewoon echt even tot we helemaal klaar zijn. Ja, die alcohol, daar spreek je echt de taal niet aan, hè? Nee, we hebben geen zin in. Jij wel dan? Ik, misschien een klein schobbelertje. Een klein neusje. Voor de feestavond. Even een klein tikkie. Ik bedoel, lijkt me wel gezellig. En het is niet verboden. Ik bedoel, ga je gang, hè? Het is inderdaad niet verboden. Straks hebben we ook nog een nationaal proostmoment voor het vergeten kind. Nee, joh. Ja, dit is ook heel erg leuk. Op het plein gaan we dat doen. Het is een initiatief geweest van twee studenten uit Wageningen. Ja. Het idee is, drink één biertje minder. Bespaar jezelf de kater en gun een vergeten kind een beter bestaan en een mooiere toekomst. Oh nee, dat is voor heel veel vrienden van mij zou dat heel lastig zijn. Dat denk ik ook. Om één biertje minder te drinken, dat wordt een opgave, wordt dit. Maar goed, een biertje is €3 of zo. Is dat tegenwoordig €3? Nou, ik denk dat we wel op €3 zitten, denk ik toch? Zoiets. Ja, ligt een beetje aan waar je woont. Maar als je dat keer zoveel doet en je doneert dat aan het vergeten kind, dan kan wel eens een heel mooi bedrag worden. En die komen deze kant op, die gasten? En binnen nu en een half uurtje hebben we Wies, die komt hier spelen. Oh, hier in de kerststal. Dat is hiernaast, mocht je denken, in dat kerststalletje daar komt Wies te staan. Zij gaan muziek maken en dat wordt fantastisch, dat weet ik zeker. Ik heb ze nog nooit live gezien, is dat goed? Dat is zo goed. Ja, ja echt, die stem van die zangeres, die snijdt door merg en been op de meest positieve manier. Die band is rete strak, die drummer, nou, daar leef je helemaal van op, dat weet ik zeker. Vind je hem lekker? Daar geef ik verder geen commentaar op.